Een grote stroomstoring juist jong in Noord-Oost-Friesland. Doet de stroom er om 4 uur uitklapte in een verdeelstation in Dokkum, zitten goed 9500 huishoudens aan het Jelversaan in Tjuster. Bij ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum namen neetaggregaten stroom oer. De politie had juist op het Jereveen zo'n 120 kilo kat in beslag naam. De softdruk is zo'n enige verbinding in Nederland, maar nog geregeld door de politie een vangst als deze. De kat is voen op pallets in een loods. De politie had letter 2 malen aanhouden. Het crematorium in Massum is iepen. Het zit in de jedere restaurantborkerij Nij Andringastaten. Gewoon omwenners had jij de protesteren tegen de komst van het crematorium. De officiële iepening is aan januari. De eerste plechtigheden hebben al plak voen. Haast een heel miljoen mensen hebben in jou het West van Serious Request. Dat meldt radiostuurder 3FM. In totaal hebben 12,3 miljoen Nederlanders de actiewieken volgen via de media. De opbrengst wie ik 12,3 miljoen. Joen en vannacht meer rijnwetter, een krachtige wind uit het zuidwesten en het bloed een gratis 8. Morgen kans op zinnen, droeg, 11 graden en een zuidwestenwind krijgt 5 en 8.